een gekte pop. Ja, super leuk. Ik heb er super veel zin in. En ik zit er eigenlijk al heel de week een beetje op te wachten totdat hij begint. En aangezien dat ik toch nog mijn filmpje moet uploaden voor vanavond, dacht ik van, ik ga gewoon een kort filmpje maken. En ik ga met jullie de sokken opzetten. En ja, dus dat ga ik doen. Ik heb het patroon van Jerbo. Juniors garen. Deze, die heb ik wel heel vaak voorbij zien komen. En de Blomster sokken. En die kun je gratis downloaden bij Edna. En dus ja, we gaan maar gewoon gezellig opzetten. Hij is van teen naar been. En het is een kort sokje, dus zag ik, maar wel met leuk kleurwerk erin. Dus ik ben benieuwd hoe ik het gaat, vanaf ga brengen. En ja, we gaan het maar opzetten. We gaan opzetten met Judy's Magic opzetmethode. Volgens mij heb ik daar ook een filmpje over gemaakt, dus die kan je vinden in de show notes. Dus zal ik hem even linken. Nee, daar heb ik geen filmpje van. Of wel? Ik weet het even niet. Nou ja. Mocht ik er een filmpje van op hebben gezet, dan staat hij in de show notes. Dan kan je even kijken. Dus ja, we gaan maar lekker beginnen. Ik probeer altijd uit het midden van de bol te werken. Dat vind ik het makkelijkste. Maar ja, dan krijg je meestal wel zo'n knoopje eruit. Maakt niet zo heel veel uit. Even begin zoeken. Ja, ik weet niet. Vorig jaar had ik er nog niet zo veel over gehoord. En, ofwel, maar dat... Ik weet het niet. Dit keer had ik er echt heel veel zin in. En ik had tussendoor geen sokken opgezet. Omdat ik dacht van, oké, ik ga 10 april ga ik beginnen met de sokkengektekop. En, ik ga even kijken welke haak. Breinen, oh 2,5. Maar ik brein mijn sokken meestal op 2,25. Dus die ga ik nu ook gewoon pakken. Ik had expres geen sokken opgezet. Omdat ik, ja, dacht ja, dan blijven die weer liggen. Maar ik miste het sokkenbreien toch echt wel heel erg. 2, 4, 5. Dus dat ik toch maar baby sokjes heb opgezet. Ik denk, nou, die zijn niet zo heel groot. En ja, daar heb ik alleen nog maar het bord van gepijt. Omdat ik met een testproject bezig ben. per de pasje. En dat, ja, dat kost gewoon heel veel tijd. Dat geeft ook niet. Maar daardoor heb ik wel minder tijd voor mijn eigen projecten. Kijk hoor. 2, 4, 6, 8, 10, 11 heb ik er maar nodig. Ja, 22, maar... I told my boys that I found the best woman around. She's so sweet. Nou, meteen heb ik inmiddels gebreid. Dus ja, dat ging eigenlijk vrij vlot. Ja, we gaan nu geloof ik... Ja, met het patroon beginnen. Dus er staat... een chart in, dus die ga ik volgen. Een chart over 6 teken, geloof ik. 2, ja, 6 teken, dus ja, we gaan lekker mee verder. En ik hou jullie op de hoogte via Instagram. En nu kun je het filmpje zien wat ik afgelopen maandag heb opgenomen. En dan wens ik jullie een hele fijne dag. En veel plezier met de sokkengektekop. Doei! So sweet to my fantasy treat, sexier than lingerie, strong as a serrated blade, smart as can be, you'll think she had a PhD. One look in her eyes and I'm mesmerized and hypnotized. She has class in the body of an hourglass. I know she's the one for me, it's her I want to please. No, I can't compare, not a game.
her there, she got me good.